De hoofdvraag daarvan is geweest in hoeverre we Schiphol aansprakelijk kunnen stellen voor schade door hinder, overlast. En voornamelijk het laatste, ultrafijnstof, is hoe we daarin kunnen ageren. Een laatste grote kernvraag die ik heb laten onderzoeken is: zijn er parallellen met Groningen? Want Groningen is ook een staatsbedrijf. In ieder geval niet Groningen, maar de NAM is een staatsbedrijf. Schiphol is een staatsbedrijf. De inkomsten uit gaswinning en uit Schiphol zijn beide financiële dingen die van belang zijn voor de staat. Alleen in Groningen hebben ze een organisatie die schade uitkeert. En hier hebben wij BAS, goede organisatie, maar die registreert alleen maar. Want die andere, daar klop je aan en dan wordt het gewoon gefixt. En waar komt dat door? Omdat Aalsmeerders, zoals gewoonlijk, onvoldoende zeuren. Niet de media opzoeken en niet zeggen, en nou is het genoeg geweest. Al in 1998 is in Amerika een onderzoek gedaan naar ultrafijnstof veroorzaakt door vliegtuigen. In 1998 wisten we dus al hoe schadelijk het was, de ultrafijnstof, door vliegtuigen. Door onder andere het TNO is afgelopen november, januari, die kant op, ook een vergelijkbaar onderzoek gedaan. En ook daaruit is gebleken hoe ernstig de ultrafijnstof is in Nederland. Moet Aalsmeer gecompenseerd worden voor de schade aan de gezondheid? Ja, onder andere. En ook de waardedaling van huizen. Wist u dat internationaal er een norm is van 2%? Als je grond meer dan 2% daalt aan waarde door een vliegtuig eroverheen, krijg je dat gecompenseerd. In Nederland is dat 5. Waarom is het in Nederland 5? Als je kijkt naar de bewoners die woonden vlak onder de landingsbaan bij Rozenburg, dan zijn alle bewoners die daar gewoond hebben, zijn allemaal overleden aan kanker. Geen één uitgezonderd. Het is een economische melkkoe. Ja, maar dat is het in Groningen ook. En in Groningen hebben ze miljarden beschikbaar gesteld om mensen schadeloos te stellen. Dat moet in Aalsmeer ook gebeuren. Dat moet in Aalsmeer ook gaan gebeuren.